directe democratie en een gekozen burgemeester. Een signaal afgeven richting de overheid, dat moest het vandaag worden. Vanuit het hele land waren er groepen aanwezig. Er kwamen zelfs betogers uit Duitsland en België. Alleen geen 2500, waarop werd gehoopt. 2500 mensen, ja, dat was misschien vanuit mijn kant iets te enthousiast. Maar dat ben je altijd als je een demo aanvraagt. Die lagere opkomst heeft volgens de organisatie mede met dit moment te maken. Twee gele hesjes weigerden eerder deze week de hand van president Rutte toen ze op bezoek kwamen in het torentje. Dat zorgde voor kritiek, ook binnen de eigen beweging. De demonstranten die er wel waren, verzamelden zich bij het Centraal Station. Vervolgens werd er gezamenlijk naar plein 44 gelopen in de Nijmeegse binnenstad. Ik loop mee met name voor de verkapte armoede die hier in Nederland heerst. De verkapte dictatuur waar wij in leven. Het feit dat wij als Nederlander steeds meer en meer onze stem kwijtraken. Al hebben we het ook niet heel goed in Nederland? Zeker. Vergeleken met andere landen hebben wij het helemaal niet zo slecht. Maar toch hoor ik dat wel, komt er niet terug. Nou ja, er wordt steeds meer, als je alleen maar naar de zorg kijkt. Er zijn zat dingen in Nederland die eigenlijk, ja, onder het bewind van Rutte, vind ik. Volgens de politie is de demonstratie rustig verlopen. De opkomst was dan wel wat lager dan verwacht, maar de gele hesjes trokken in ieder geval veel bekijks. Kijk, nou moeten wij alles betalen voor die politieagenten, dus wij leggen er geld bij. Ja, zo is het toch. U gaat niet meelopen zometeen? Nee, zeker niet. Dat zie je, dat zit op de scooter. Nee, op mij hoeft niet te rekenen.